voorbij. Ik kan Bjorn gewoon voorbij gaan en dan dat hij mij niet meer inmiddels heeft hij niet meer dat record. Ja, maar dan gaat hij me report, ik krijg hem weer straf. Nee, 12-9. Dat gaat zo slow. Die VOD setup, let's go, naar buiten. Eens even kijken, Onno, of ik je tijd aan kan. 12-9. Waarom doe je die VOD setup? Om altijd even in te komen. Iemand van RTL 7 of zo, zo'n Dakar guy. Default setup om gewoon een beetje de auto en de baan te leren kennen. Het is oprecht handig, want als je een goede tijd kan zetten in default setup, dan weet je dat je een volledige seconde harder kan. Ja, ik ben meestal seconde lang dan met die cool. Volgens mij, ja, kutzooi, blijf Anulado rijden. Ik heb nu vooral race setup. Wat je met deze wil, je heel graag je achterbanden. Gewoon, hier word je meer alles beter opwarmen dan in Formule 1. Want Formule 1 heb je minder last van onderstuur. Hier heb je heel veel onderstuur en ook overstuur. Gelijk. Ja, als de temperaturen kut zijn. Ja, geen stuurbekracht. Verkracht. Ik zou zo graag eens een keer Stefan de vrije trainingen willen zien doen bij Ziggo. Dat zou wel leuk zijn. In plaats van die kut Rick Winkelman, die is toch kut? Ja. Thomasa. Als die Rick Winkelman weet net wat Formule 1 is, man. Ja, eindelijk. En hoe lang zit die Olaf Mol en Jack Floyd er al in? Ho! Mol zit al lang in de race scene. Die heeft al 500 races gedaan, toch? Ja. Olaf Mol, ja. Zoiets. Ja, we zijn voor tante te veel dat is, hè? Want één seizoen is misschien 24 wacht races. Even. Dat is bijna 50% van hoe lang de Formule 1 bestaat. Jezus. Ja, zie, ja. Dat is ongeveer 45% heeft Olaf Mol gewoon voor Nederland. Ja, 45, want ze zaten rond een seizoen later, dus dat kan je weer in praten. Ja. Wisten jullie dat Jack Floyd ook tandarts is? Ja. Ja. Nee. Ik wist dat wel, what the fuck. Okay. Ik zat te slapen bij de restart, kut. Ja. Ik kom daarna. Oh, hoi Robin. Ja, er zit iemand aan de deur. Ja, klopt. Zo'n zit daar. Jammer is nu al fucked. Oh, dat is jammer. Niet te worden. Rustig aan, rijden. Ja, denk jij maar even vrij zijn voorbij te komen, dan ga je meemaken wat ik heb, Robin. Nou, ik dive bomb gewoon. Ja, doe dat. Doe gewoon de Sven dive bomb. Gewoon geen ruimte maken. Doe dat wel. Nou, doe maar. Wat wil ik er nog wel zien doen? Gewoon bochten in de vol op elkaar. Moet ik wel een goede toe hebben. Ai? Sterke actie als je dat zou doen. Ik ben wel goed in dansen, maar echt veel. Kut, ik zit niet echt goed aan het racen. Nee. Nee, dit is een overleven zo. Ja, zo gaat het nu voor mij. Kut. Deze Silvio loopt weg, hoor. Ja. Ja, hij zit ook altijd in de achterbak van Toxic. Ja, Traction Medium zeker. Ook. Trek een hoel van boeken nu, hè. Oh, ik rij nu 300. Ik rij... Nu was die. Oh, Silvio duikt om. Ja, natuurlijk Dijkbom, dat is Silvio. Ja, heb je gezien hoe Sven mij probeerde te diven in Mexico? Nee. Ik zag hem niet aankomen, ik stuur gewoon in voor die bof en Sven druipt er opeens tussen en kwam er van de baan af. Ja. Toen was ik er ook klaar mee, had ik hem gewoon hier in gezet als je zo doet. Wacht gewoon tot je een goede exit hebt. Zo. Doe het niet in het stadion, daar kan je bijna niet meer. Helemaal niet meer. Ik heb toxic bijna.
horen zo, ik heb zoveel overstuur. Switchback. Robin, pak alsjeblieft Silvio. Switchback op top shit. Down the inside. 13. Zo ja, 15. Oh, dit gaat me echt goed, dit ging heel clean. Ik had er net wel genoeg de vaste slap, dus dat is ook weer een paar punten, dacht ik. Moet ik even de toe breken, moet ik. Wat? Hij haalt me gewoon in. Oh, weet ik, ben je weg? Ja. Dat kan. Zoveel aan kan. Wat, ik heb zoveel overstuur. Oh, net niet annulado. Welke baan doe je? Oostenrijk. Nou, 14-3 al. Heeft Tim E nog steeds de record dan? Nee joh, al lang niet meer. Toen het net uit was zeker. Volgens mij heb ik zijn tijd al. Hij was ook een 14 of zo had hij. Gideon. Ik heb nu een 14-3. Automatic gear. Wow. Maar ja, wat zou je zeggen? Wat vind je van de SRL? What the fuck was dat voor? What the fuck was dat? Vind je dat een goede SRL die niet wat denk je? Die fake of de originele? Ik weet niet welke het was. Was het de fake of de originele? Ah, weet ik veel. Was ABC de gek erin? Nee, je Gideon weet het of de echt of de fake was. Gideon. Ja? Was het de echte SRL of de fake? Ik denk dat het de fake was eigenlijk. Had het een grijs logo? Het moest de fake wel zijn. Ja. Dat is van ABC gek. Maar wie is die STVX dan? Wie is dat dan? Is dit ook een F1-TML die... Ja, ik weet niet. Silvio, kom nou hier. Leuk, de bron. Want beter gaat hij zo hard pushen dan zijn band. Ja, dan ga ik lachen. Dan ga ik ook lachen, want dan pak ik de meeste punten naar huis. Uiteindelijk in de twee races. Ik heb wel bijna podium. Ah, ik blijf echt net aan de lader rijden. Kom maar, hoe kunnen zij zoveel sneller zijn? Ik ben bijna binnen. Onder stuur. Oh. Kut, aan te zetten. Ik ga lekker betten en dan komt er wel klaar. Ik zoek de laatste bocht op. Moet even vaste slap. En toch verbeter ik mijn tijd weer. Daar gaat Silvio en die opstuiten. Oeh, dat ging bijna. We zijn lekker aan het battelen hier voor me. Laat niet twee maar compacten. Ja, laat ik zeggen, gewoon goed battelen waar ze naar jullie toe komen, waar jullie battelen, waar ik naar jullie toe kom. Met Toxic, dan zijn we ineens met 6 man weer bezig. Ja, zit voor John.
10 maten in de wildernis op te rijden. Nou, ik ga gewoon zoomen dat hij dan gaat denk ik gewoon medium shift strategie doen in deze game. Dat deed ik ook met F1-10-0 toen ik kwalie ben al met Alphabellie. Start op P20 kwam over de lijn op P7. Dus dat was wel een goede strap. Deze hebben echt ver op C7. Wat zijn valse snap Alwin? 41-3-4. Die van mij zijn 41-3-5-0. Dan ben je maar echt net iets sneller. Ja, zon die gaat naar aanvallen. Ik probeer het op de muur te gaan. Op de muur. En een voetauto, Gideon? Vind je hem beter rijden? Ja, ik vind hem wel heel lekker rijden, ja. Ik merk ook dat de rotatie best oké is, zolang je je niet verremt. Ja. Je moet gewoon rustig insturen. Oh, daar gaat Robin bijna. Ja, daar gaat hij. Hop, 2-3. Zie. Oh jee, zon gaat me ook nog in. From the outside. Inside. Oh, side by side the other way. Oh, what a battle met zombie. Holy shit, you see. Nou, als hij er nu voorbij gaat, dan... Je verremt je wel makkelijk. Ja, dat idee heb ik wel. Ja, dat is voor je. Ja, ik vond het minder erg op 2019. Gaat hard. Je gaat zon er voorbij, ja, DRS kijk hoe snel die er voorbij is. Niet normaal. Met deze auto's is DRS nog sterker of zo. Nou, dat is altijd al zo geweest, dat is van de twee. Nou, 2019 wordt het wel minder hoor, verder door. Nou. Auw! Zoek aan man, oh nee. Is dat die print van Silverweven? Ja. Ah! Het Andolado. Je kan zo in 1, 2, 3 je internet pakken. Oh, zo'n verlust. Kom maar! Ik hoop dat ik ze nog even snel terug inhalen. Je moet even zongen. Nou, ik heb gewoon een kijker zeg, gerust. Ik maak het rondje even af en daarna ja, lees ik de chat wel even. Wat zit ik er lekker in nu zeg. Maar kijk even hoe makkelijk ik eigenlijk die hoofdrace had kunnen winnen zonder safety cars. Dat is altijd kut. Als je aan de leiding ligt en er komen safety cars. Ik ben nu alweer 7 seconden weg bij die Silvio. Wij hadden misschien wel een battle kunnen hebben. Wij hadden een hele goede manier weg. Ja. Ik ben best wel snel onder deze man. Oh, wat een dive bomb. Clean dive bomb. Oh, zo'n bedankt. Ja, waar is mijn telefoon? Hier, pak ik even de chat erbij. Ik kan ook PS knop ingedrukt houden, dan een broadcast en dan zie ik comments.
Ah, oké. Nog je telefoon in de bij. Dan krijg je de chat alleen een blauw scherm te zien. Maar dan kan je ze gewoon meteen opzoeken. Ah, oké. Nou ja, ik zit nu niet in een race of zo, dus ik pak hem gewoon even met de telefoon bij. Ah, ik heb toch niet in kunnen halen. Oh, sorry. Marco Petarelli. Oké, hallo. Is dit een bot of zo? Haha. Ah, dit is gek. I don't know what it is. It's Nikita Mazepin. Who wins the sprint race? Ik had wel een mooie dive van die net. Shit. Jongen, ik vind die Mazepin vind ik zo'n gekke gast, hè. Ja! Yeah! Lekker, boys. Kut! P4 van PL. Lekker, Robin. Ah, jammer. Kut! Ik had toch nog een kunnen halen, maar ik verlies hem. Ik verlies me de laatste bol. Wacht, ik ga even die dive bol klikken. Hé, Yamara heeft een klopband, weer! Echt? Hij heeft weer een klopband. Ja. Op twee banden, links voor en links achter. Hij had dat toch al drie races? Ik ben nu al over 7. Ik heb al genoeg rondjes gereden, denk ik. Ik vind dit een startpunt. Ik ga even die divebomb clippen en of twee. Ik naar jullie. Deze was ja, maar deze mensen rijden ook gewoon met assist. Dus ik denk niet dat dit iets van een oké tijd is of zo. Ik rijd afstelling laden. Bam. Afstelling laden. Ja, het zal denk ik wel goed zijn. Nou, naar buiten dan maar hiermee. Het was een battle met zon de hele laatste lap. Echt net genoeg ruimte. Dat is echt leuk. Nou, eens even kijken. Silvio verloor me ook nog bijna, hè, uit de laatste boer. Ja. Oké, maar ja, weet je, zit niet in een race of zo, dus... Wow. Je heeft een stream aan, of weet ik veel. Ja, eerst. Ik ben lekker wat aan het voetballen. Hey, Mika is, hoe heet het, geliefd, hè? Discord. Wat is die geliefd? De Discord, voor de 100ste keer. Zo. Hij is klaar met de mensen op zijn bullshit te doen en dan gaat hij zeggen... Ieder aan de macht, oké. Okay. Ja, dat kan. Zo. Hier, Gideon, heb je die battle met deze man? Hij is een fan van. Deze was echt ziek. Ik ging gewoon kijken of er een gaatje was. Ik remde gewoon net niet helemaal na. Schiet hij een beetje door. Ik zit zo aan de buitenkant. Heel de ronde zou de zijn. Wauw. Dat is leuk. Echt net op het randje, hè? Ik spin de bank. Ik heb hem op je snap gestuurd. Eigenlijk zou er een complicatie moeten gemaakt worden van Stefan's best moments. Ja, die is nu net gemaakt. Oh, serieus? Die staat op YouTube, die kijk ik nu. Oh, wauw. Ik vind het zo jammer dat hij niet meer gaat commentaten. Ik ben gestopt. Wie gaat het nu doen, dan? Ik weet niet. Part of met Lucy. Ja, ik hoop dat het goed gaat. Nou, dan doe ik Kaya. Hier, Kaya, ik heb het battle met zo'n ding. Die was echt lijp. Ga maar kom maar in zijn. Yo.
Deze was echt tot de max gewoon, deze test. Fuck, Anulado, alweer. Zit ik net op zo'n goed rondje. Last lap. Or nothing. Battle. Met het zon. Toto en L. Hebben fun op deze. Ja, weet ik. Hopen dat dat hem iets sneller gaat maken. Bij Julian zie ik het nog niet echt, maar... Hij heeft er ook een. Ja. Jezus, iedereen krijgt later een fanattack, joh. En nog steeds own ik mensen met mijn Thrustmaster T300 op mijn nachtkastje. Ja, ik ook met de T150. Ik ook met de Nou, twee kijkers, wel lekker. Deze battle was echt lijp. Dat dit clean ging, dat is echt clean. Out of nowhere, vier kijkers, oké. Okay. Kijk even op mijn Insta, ik heb hem gestuurd. Dat zal ik zo even doen. Echt zien. Ik probeerde hem gewoon niet te pakken, dus ik moest wel een beetje laten rennen. Was echt lijp. Nou, hallo iedereen. Even hallo in de chat, hype in de chat. Okay, in ieder geval iets. Een kind van de Russische League owner zijn. What the fuck is mis met Lika? Hallo Lars. Hij is echt niet goed bij zijn hoofd. Oh, ik denk dat. Ik denk dat Ajax heeft verloren. Lars is niet blij. Hallo Renzo. That's fucked up. Made you really fucked up. Ja, hallo iedereen in de chat. How you doing? Vijf kijkers voor jou. Lekker. Jolly nuts. Ik ga eens Hongarije doen met de Alfa Romeo. Die fuck sake. Ja, ik heb het gevoel dat Mika dadelijk alle owners die onze weighted rijders weghaalt in één keer. Kut Mika. Hij is owner bij Pinto van de Vriend. Dan ga ik hem echt voor Rider als vriend op PlayStation. Dan ben ik echt klaar. Gisteren deed hij ook al niet zo chill. Hij denkt dat hij alles kan doen. Ja. Gisteren ging hij me de hele tijd eraf rammen voor mijn huizen. Ik hoop echt dat hij uitgenomen is. Oh, kut. Ik ben er ook uitgekikt, maar ja, dat was alleen omdat hij iemand in de vijf. Dat was de enige reden. Oeh, dat was even overstuurmomentje. Over mijn. Oké, maar meer kan ik aan deze kant worden. Kijk.
Nou, onnodig haak je tijd. Heb je hem? Ja. Okay. Je hebt je rivaal verslagen. Mooi. Zo. Dat. Voor mij heeft het gewoon een keer gehad. Voor mij maakte Mika een nieuw account aan en toen in ieder geval ging je naar iemand anders toe, zijn leak toe. Ah fuck, dat is een ander lado. Net kut. Ik weet wel dat er veel tijd af kan. Ha, dat is mooi. Ik ga verder naar zo. Oké. Japan andersom. Renzo, wat doe je? Hij was al in een andere league, maar dat ging ook fout. Ik ga weer terug. Dus ik denk dat dat straks weer gaat gebeuren. Oh, ja. Dat was cool. Maar dit keer komt hij niet terug. Oké, ik ga even een andere party in, boys. Joejoe. Zes kijkers, jezus. Hallo. Ik heb even gerust zes kijkers, wat de fuck is deze? Ik was er eentje. Ja, mooi. Ik waardeer het. Zal ik even een sessie aanmaken? Ja, doe maar. Dan ga je daar. Oké. Zie het. Onderaan. Oké. Okay. Nou, ik kom eraan. Ik heb in ieder geval voor nu even de tijd van Onno. Ik pak een ander keertje wel. Even kijken of ik een wereldrecord kan pakken. Het is nu een 12-1 en ik denk dat ik dat wel kan. Ik ga ook gewoon even lekker wat AI's aanzetten. Oké. Okay. Zodat je niet gelijk van me weg schiet. Nou ja, wel, maar dat ik nodig iets te doen heb. Ah ja. Die
douche, ja, je auto lekker. Ik denk van een car, ja, Yuki Tsunoda. Ik vind het gewoon een mooie wagen. Ja, ik vind die onboard fucking saai. Ja, dat snap ik. Ja. Kan ook prima doen, nee, geen prima. Nee, dat doe ik WI's aanpassen. Oh, jezus, tuurlijk. Oh, Bahrein, oké. Ik heb een paar races van, ik weet waar ze op rijden, maar... Dus ik heb maar vast wel wat gemist, maar ze hebben dit jaar ook op andere circuits gereden natuurlijk. Zoals nu. Nou, ik heb wel F2S setups, maar nog niet voor 2020 auto's. Zit daar heel veel verschil in? Nou, waarschijnlijk niet heel veel, maar het is wel misschien een beetje met het remmen dat je daar iets aan wil passen, maar ik weet nog niet wat. Maar ik heb van iedere F2 een F1 setup opzetten of niet? Ja, het kan wel, ja. Maar soms weer dan geen setup. Dat is nog steeds sneller dan geen setup, dat wel. Nou, oh, ja, in dat geval. Ik moet zeggen dat ik die van Islet in het echt mooier vind dan in de game. Ja? Ik heb het gevoel dat hij in het echt wat donkerroderig gevoel heeft. Oh, ik snap meteen wat je bedoelt, ja. Dit, dat is een beetje metallic donkerrood, dit is gewoon matrood. Ja. Meteen dat dit zo zit. Wat zei je? Daar is lekker ver achteraan. Oké. Ik kan trouwens, als ik niet kan vrijdag, waarschijnlijk wel met Daniel in het park. Dus ik heb Daniel in het park, voor de, niet voor mij. Oké. Waarom hebben AI zulke fucking OP starts? Ja, en dan ga ik altijd met mezelf twijfelen, hè. Maar dan ga ik online met mensen en dan zie ik dat zij net zo slecht zijn. Jezus jongens, wat zijn jullie allemaal doen? Wat rijden we hier traag, mensen? Dan let ik weer een yellow flag omdat die te lang rijden. Nou, dat gebeurt niet vaak aan bocht 1 op Bahrein. Banden zijn ook nog echt fucking koud, maar ja. Doe de Norris move, hoppa. Ah, ik zit het door. Lekker. Mijn first impression op Bahrein is... It feels... good. Ik heb echt... Ik voel best wel veel onderzoek. Ik denk dat ik echt fan ga worden van Tsunoda in de toekomst. Ik hoop dat hij bij AlphaTauri komt. Ja, goed. Ik zit achter volgens jou, Devin Butler. Nee, volgens Ben, hè. Voor mij is het ook gewoon Dan Tictum. Ja, het zijn gewoon allebei twee klootzakken. Ja. Nog steeds zit ik in iets grotere klootzak. Ja. Waarom ga je hier op je rem? Je kan hier vol gas doorheen. Oh, daar hoeft hij niet voor me uit te wijken, maar ik vind het wel lief van je. Hij wijkt echt vol naar links uit, terwijl ik maar met alleen mijn voorvleugel naast hem zit. En ik zat nog niet eens, zeg maar, het waren nog niet eens bij de rempunt, hè. En die car in livery ziet er van buitenaf gaaf uit, maar als onboard vind ik hem echt kut. Ah ja. Ik vind het wel gaaf om jou te zien rijden daar in de verte, of met de Red Bull livery. Oh, ik ben gestuurd. Ik gooi nog niet start aan de binnenkant van dat. Ik heb hem echt aan de binnenkant geracht bij mensen. Oh, oh. Ja, ik heb hem daar gewoon neergezet. Ze hebben wel allemaal heel veel tijd voor door mij. Ik kon redelijk snel weer mijn gas op. Ik ben alleen F2 op Bahrein is waar. Ik zie een hele glitch in de muur, dus jij hebt ook. Nee, wat? Ja, what the fuck? Ja, sommige ze renderen niet helemaal in. Die verdwijnen en ze spannen weer. Zo. En ik heb dat is de rembalans 1 naar voren. Rijden, maar toen op het moment dat ik dat probeerde, toen spannen die weer. Dus toen kwam ik echt vol tegen die muur aan. Ja. Ik moet geen warnings meer pakken. Ik heb geen flauw idee of ik warnings heb. Ze gaan toch nog wel bij de drivers toevoegen aan carrière mode. Oh, ja, ik denk niet dat ze dat doen. Waarom niet? Dat geen flauw idee met, ja, I don't know.
Hebben ze dat gedaan? Hebben ze dat gedaan in 2019? Want het kan misschien best zwaar worden dan ook, hè? Daar was het nog geen ding. Daar kon het überhaupt nog niet. Jawel. Oh nee, wacht, wat? Nee, inderdaad. Daar was alleen driver change voor het eerst, maar nog niet F2. Ja. F2 zat wel in de game, maar nog niet in de career mode. Ja, het zat wel in, maar als sport. Ja. Muren, wat zijn jullie mannen aan het doen? En dit keer wel, man, dus zit daar gewoon echt vol met volle overtuiging duiven. En daarmee duif ik ook weer Jato. Kut. Dat, ik wou net zeggen, dat is de penalty inderdaad. Kloten. Die remmen van de FP-auto's zijn toch iets. Werken toch iets minder goed dan die van de FP. Ja, omdat ze koelen ook heel erg af. Door die open velgen koelen ze heel snel af. Daar weer iemand aan de binnenkant duiken. De twee Carlins naast elkaar, Yuki Tsunoda, ja, taking P5 from his teammate. The Ruffler fights back. Tsunoda loses the car a little bit. Je bent van Gideon. Oh. Je hebt zijn auto alleen overgenomen. Kijk, heerlijk. Pitstra fences a move down the inside of his teammate and he has made the move done. Up into okay, P5. Nu ben ik gewoon vol mijn gas af. Dus ik wijf, weet je wel. It was a great battle between the two Carlin drivers. Well, Pitcher now setting his sight on Nissani. His pace is great. Purple first sector line. Consistently. Fuck off. Just to 2000ste maar van mijn personal ik best af. Lage snelheid rotatie in deze dingen is nog best aanwezig. Ik denk dat ik zeg, oké, laat ik eens voor kijken over hoe snel ik een lap kan rijden. Je hebt nu op dat moment iets van auto bijna. Ik heb denk ik wel, ook al dat met penalty rij ik voor mij wel nog binnen de flip hier meteen. Ik wil wel even kiezen. 2 nog in elk geval. Oké, en dan pak ik nog eentje. Wat een onzin. Oeh. Dit is toch 10 hier überhaupt punten? Nee toch? Minder. Ik weet het niet. Wat hè? Top 10 hier punten. Ja. Het is een hoofdrace hè, geen sprintrace. Ah, dat is het. Ik heb van loonkaart, ga geen ruimte, ik moet pak een back limit warning. Ik schiet nu door, ik moet achter hem aan schuiven. Maar ineens duik hier aan de binnenkant moet. Denk, schrikt hier de tyfus van me en wijkt dat zo gek uit. Dat was niet eens de bedoeling. Dat aan mij daarover halen. Ja, ik had daarvoor een dive moeten gaan. Fuck sake. En ik ga ook voor een dive, ik glijd door, maar. Binnenkant van Darovala. Kapitra, get on the podium on this last lap. Is dat ik die penalty heb, maar. Anders is het echt wel lekker een race. Ik sluit ook best wel hard nog aan weer. Ja, maar zolang ik de controle over mijn auto kan halen, hou die hier. Hou ik dit echt wel 20 rondes vol, weet je wel. Ja, ik kan dit ook wel lang volhouden, denk ik. Dit is ook wel leuk, maar om een van de redenen is het pushen hier leuker. Ja.
Dat het gewoon het pushen zit in het rijden, niet in het vermogen. Ja, maar ook als je op de equal zet, weet je wel. Ook dan in F1 equal, ik vind hier F2 pet pushen nog steeds leuker dan in F1 equal. Heeft hij het podium tegen mijn teammate? Oh, nee. Ah, net niet. Net niet. Rij hem eraf. Ah, net niet. Heb ik nog punten? Dat is de vraag. Ja. Ik heb wel de fans gelet. Ja, negende. Lekker. Wow. Net niet. Ik kreeg net een kut exit. Maar ik wou het even eerlijk houden. Ik wou niet aan de binnenkant kijken. Ik heb hem ook. Ik heb die houding ook. Oh, ik zat echt net kut. Ik ga ook zo even een andere auto. Die titel heb ik ook F1. Ja, wat ik gewoon heb gedaan. F1 2020, F2 2020 gameplay. Beating Tim Ace time. Ja. Maar dat is je wel gelukt, denk ik. En hoe? Wat had hij? Volgens mij een 1.14 laag, 1.13 hoog. Ik rij een 12 hoog. Correct, Tim. Sorry, Tim. Zit hij in de stream of? Nee, het was Hielke. Die er nog even zei van aan. Sharky, ja, Renzo, de shark, auto shark, rijdt nog best anders. Super shark, jezus, dit is shark, toch best een goede stream dit hoor, die ik nu op heb. Oh, Monaco. Ik heb eigenlijk veel zin in Baku zo meteen. Ik zeker niet. Oh, oké, okay, dan niet. In welk team ga jij? Ik blijf Carlin. Nou, ik vind het wel chill. Oké, okay, prima. Dan ga ik zo meteen wel even kijken bij... Ik ga denk ik zo meteen Schwartz met zijn auto. Ja, ik weet niet of ik de Prema wil proberen. Ik denk nu nog niet. Ik denk dat ik gewoon een keer Schumacher video ga maken of zo. Van 110 AI. Nou ja. Hey, dat is mijn stream, motherfucker. Nee, of goed dat je hem op hebt. Oh, hey. Oké, okay, nee, ik wil even checken of mijn bike aankomt. Nou, hij staat aan. Oké, okay, nou ja. Nou, hup, ik ga vol mijn haveerstijl, dus op zich. Uh-oh. Oké, okay, welke P... Ik sta P11, jij? Oh god, ik sta ergens goed achteraan. Yes! Dan is het nogal mogelijk dat we elkaar tegenkomen. I guess dit hier. Maar die Carlin is wel gewoon echt qua livery fucking vet, vind ik. Ja. Die Red Bull livery erop uitpast. Mm-hmm. Maar de onboard is gewoon echt fucking saai. Al helemaal de Decidal cam onboard. Daar zie je het Red Bull logo niet eens. Ja. Oh, ik heb gewoon ongeveer bijna gelijke start als de juist. Ik start gewoon vol laatste, volledig laatste. Ik poel even een Mavi. Ja, ik snee hem ook niet af. Ik snee hem hoerhard af. Jezus, stikt hem. Oh, wat is dit druk, jongens. Ja, 2-2. Jezus, shoppen in Utrecht, be like. Nog eentje. Lekker. Nee, ik ga het hier niet 3 wijd maken. Fuck dat. Ja, ik zit aan de buitenkant door deze bocht heen. Nee. Kut. Ja, waarom staan mensen hier stil? Godverdomme, Lars. Ja, ik zie jij zij aan zij met Aitken. Ik sta er gewoon fucking 2 na laatste. Holy shit. Sato gaat even aan de buitenkant bij Nissani. Ja, ik had dat gedoe, want ik werd een beetje opgehouden door eerst door TikTem en daarna door Aitken. Dus wij reden daar. Oh, jezus. En die bocht valt niet heel downforce. Chill te nemen zij aan zij. Als je er wel nog steeds de bocht wil halen aan de buitenkant, dan ga je iets te vroeg insturen. Deze auto voelt goed op Monaco. Oh, ik heb alleen ik wat veel wheel spin. Ik denk, nou ik ben denk je, ben juist heet het bang dat ik als ik vol mijn gas op ga uit de spin. Maar het valt nog best mee, hè? Mijn gas op gooien.
Nou, ik kan je vertellen, ook zonder tractie voelt het nog best goed. Het is heel, het voelt heel realistisch voor jezelf. Ik ben exact van, oh, 1 seconde weggereden van de persoon achter me. Please, Nissani. Oh mijn god, what the fuck doet deze gast? Een volle brake check op de exit. Je hoort dan op je gas te gaan, lul. Oh, ik verrem me vol. Poeh, even een Verstappen 2016. Jongen, this guy Nissani. Why? Hoezo is dit een... What the fuck? Ik heb geneukt. Ik heb een penalty. En ik heb vrij weinig tractie. Oh, ik heb... Godverdittering. What the fuck is hier gebeurd? Ik spinde. Dus ik stond zij over de circuit heen. Zijwaarts op het circuit. Dat legt wel genoeg uit, denk ik. Nissani heeft ook een time penalty. Terecht. Oh, wat doe ik? Oh mijn god. Oh, mijn fucking hoofdtelefoon doet ook even distorted. Oh, ik doe nog een keer. Oké, wat ik wel weet wat dodelijk is, is sturen tijdens het remmen. Luka. Dit is echt dodelijk. Lennep. Ik heb een klein gevechtje met Lootguard. Oké. Dit is alleen niet zo'n heel vriendelijk gevechtje. We drukken elkaar zeg maar overal de muren. Wauw. Hey Swartzman, how you doing man? Oh, ik zie je ook al rijden. Oh, ik rij even rechtdoor hier in de buurt. Oh. Oh, Lars. Wat een kut, sorry. Waarom ben je er nou ook gewoon langs? Ja. Zo, gaan we aan de kant! Ja, ik zit klem. Die kunnen zo, die blokkeert me. Oh mijn god. What the fuck, ik ben gedisqualified! Omdat zo mij blokkeert, ben ik gedisqualified. Wauw. Natuurlijk, op het moment dat ik in de stream ben, dan gaat iedereen weg, hoor. Mijn god. Good, sorry. Man, Gideon. Test. Als je me niet tired, kan ik misschien nog langer mee. Ja. Rijdt hij op P13. Penalty. Man. Ah, nog een penalty. Ja. Fuck sake. Oh wacht, ik heb 7 seconden penalties, Jeff, waarom wordt... Ram Armstrong eraf. Ram hem. Down the inside, oh. Wow. Heel gevaarlijk dit. Zeker niet Tokyo dit. Een banden overfit, Ook gewoon de nummer 21
tot met de nummer 17 hebben allemaal penalty en jij. Wauw. Hey, ik zeg niet remmen, gewoon recht door die muur pakken, want je damage staat uit. Ja, dat weet ik. Dat heb je allemaal gemerkt, hè? Ja. Merkte ik de vorige race eigenlijk al? Nee, eigenlijk niet. Ik sta aardig in het rood. Heb je al, maar je stuur staat groen, wacht. Kijk, Ah, nou, dat kan ik niet zien. Ah, ja, echt. Nou, het scheelt niet heel veel. Ja, maar het is niet genoeg voor vaste slap. Wat nou je misschien pak? Nee, dat is het inderdaad niet. Maar misschien DRS, misschien doet dat wonderen. Oh, kut. Ik laat hem te lang in z'n twee staan. Oh, wat? Volgens mij verbeterde ik wel met 1.2. Ja, maar dat was niet genoeg. Nee, weet ik. Het was wel even in één keer, oh, wow, what the fuck is dit? Namaste. Yo, die fucking Macho Shira, what the fuck. Daar heb ik ook niks van gezien dit seizoen. Nee. En ik kan zijn naam altijd door de warme die van Tsunoda. Dan zeg ik Tsunoda en dan bedoel ik... Nee, dan zeg ik Macho Shira en dan bedoel ik Tsunoda en ik ook. Ja. Klik je even door, lekker man. Ja. Eens even kijken welke auto ik nu ga nemen. Oh, dit ga ik even kijken. Even een complitatie van Stefan, de commentator van F1 Team NL. Waar ik zondag voor rij. Complitatie? Complitatie, ja, what the fuck. Compilatie, dat is het. Compilatie. Ja, compilatie. Jezus. F-15, Jezus, helemaal gek. Nou, kies lekker, ja, dat is, dit is snelheidsduivel trouwens, hè? Dit is snelheidsduivel. Ja, ik weet wie Stefan is. Hier spectateerde hij mij. Gaat er een mausje met groen en geel te wapperen? Of wel? Jota. Moet je zien zwaaien. Zal ik hem zeggen, drie keer onderaan door afgesproken van Tom? Attendé, zwaaien, groene, gele, blauw, of zoiets. Oh ja. Ja. Het is van Stefan is de perfecte Olaf Mol en ja. Thomas de perfecte Jack Floyd. Ja, eens. Oké, nou, we gaan even ready, ik heb nog geen race doen. Oké. Julian? Ja, doe ik even. Hoeveel sta jij? Ik sta denk ik 11 of 12 of zoiets. Geen flauw idee waar ik sta. Kan je zien in je stuur? Oh ja. Ik heb P15. Oké, let's go. Oh, hij zit achter me nog. Gaan we proberen. Ah, redelijke start. Hoe hebben jullie zulke OP starts, AI? Hoe? Schiet echt heel hard weg. Jezus, Schumacher, what the fuck? Kom op. Schumacher, ga daar weg. Kan ik de binnenkant pakken hier? Ja, jammer hè, ik zit er nog. En ik word hier in mijn voet eigenlijk opgehouden. Oké, ik word gewoon volledig rondgetikt. Alle onzin. Jezus, wat een grote daar. Groep daar, oh. Ik deed het er als van mij was, hè? Ah, nee, Aitken. Ja, maar weet je of Aitken ook degene was die mij aan... Voor mij was het zo, omdat jij aan een divebomb deed... Ja. Raakte Aitken helemaal een beetje in de war of zo. Ja. Dat snapte hij juist niet, en die tikte mij daardoor aan. Ja.
Oh. Maar ik dacht gewoon lekker onder buiten, aan de buitenkant. Op een circuit als Oostenrijk voelt de FP ook gewoon echt snel, ouwe. Nou, let's go. Stampen. Dit was niet helemaal te denken. I need some DRS. Zit iemand achter me die er zin in heeft? Hi, how you doing? Ook, maar... Hele late move. Die had ik niet gepland, maar toen zag ik van oké. Of ik tik hem iets aan en blijf achter hem hangen en ik verlies tijd. Godverdomme. Ik ga toch nog op het laatste moment voor de move. For fuck's sake. Oh, shit. Nou. Ah, gooit vol de lijn dicht. Dat is zo kut. Ik had eigenlijk zo'n sick move kunnen doen. Ja, dankjewel. Ik ging er daar gewoon voor. Ja, en ik ben nu gespeeld. Sorry man. En natuurlijk. Tikte hem aan. Waardoor ik als P22 terug de wagen kom. Sorry man. Jezus, deze rem op de juiste remtemperatuur zijn nog best. Wow. Zodra ze te koud zijn, is het gewoon kut. Giotto. Jezus jongen. Zo wachten dan maar. Vriend, kun je rijden? Het is dat ze dan vol op een fucking rem gaan. Dat was moving under braking, Giotto. Fuck off. Als teamgenoot kon je ook al niks bij Minardi. Ik bedoel, illegal overtaken. Ik rijd letterlijk zij aan zij, wiel aan wiel met Schumacher. Ah ja. Battle op de prema. Ik zal zo even de chat openen. Ik ben nu even hard aan het rijden. Maar ja, wanneer doe ik dat niet op dit kanaal? Oké, dat is even een... Oké.
het ook wel zo'n harde flex. Piquet. Piquet. En dat is de volgende. Zo so sad. Ik heb alleen 2 seconden, dus het wordt waarschijnlijk een 7e plek. Jeff, hou. Ah. Ja, donderen en top. Ah, zo. Ik pak 2 warnings. En die tweede is al gewoon gelijk een penalty. Hallo Sven. Give me high tech, zegt Sven. Of Robin vraagt of je mee kan doen. Trident dit het zeker goed. Lekker veel punten. Maurice, what the fuck? I don't know. Ja, dan ook. Ik denk dat ik zo wel ga stoppen. Hey, weer ja, drive. Nog een race. Ah, nog een race. Oké, goed. Hopen dat we nu een keer gegund worden door de game en gewoon vooraan worden gezet. Ik ga even Robin uitnodigen voor deze ene race. Ja, doe maar. Robin. Oh, nu snap ik hem, Hielke, nu snap ik hem. Zo arrogant ben ik ook niet, hoor. Ik hou ervan om veer in mijn gereed te steken, maar... Ik weet niet of Robin joint, maar... Nee, we gaan het zien. Nou, please gun me gewoon even vooraan starten. Nee. Wel, ik wil even vooraan starten. Nee. Ga ik gewoon, ik ga voor high tech. Ik wil je battelen zonder dat je me van de baan afnaait. Ja, oké, sorry. Dom man. Maar aan de ene kant, ik mocht wel voor die move gaan. En aan de ene kant, ja, jij ging er wel voor terwijl je daarachter zat. Ik ging nergens voor, jij stuurde op me in. Oh really? Bij mij was er ruimte, dus ik dacht, weet je wat, ik ga langzaam aan de binnenkant en ik rem mezelf uit. Dus ja, ik rem de auto voor me uit. Dus dat dacht ik. Doen. Ja, nee, net niet. Sorry. Ik weet niet of Robin nog gaat komen, maar ik kan niet te lang doorwachten, want ik kan niet zo. Ik denk dat ik in de high-tech ga. Of blijf ik in de Carlin? Fuck it, ik ga wel een andere keertje andere auto. Gewoon voor vandaag is het Carlin. Yo Robin. Oh, we zijn echt net, we zijn helaas net de rally gegaan. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik moet hier nou wel gaan helaas. Ik weet niet of jij, Gio, jij jullie nog even, kunnen rijden, maar... Ja, nog heel even. Mogen tot 10 uur. Ja, ja. Je hebt in ieder geval wel vast een invite gehad, maar... Maar ik ben nu aan het joinen. Ja. Maar ja. Andere, we kunnen waarschijnlijk zaterdag... wel na SGPL gaan vinden, wel met z'n allen F2 5-lappers doen ook. Ja. Dat is wel een goed idee. Ik denk dat sowieso al van plan ben om in de kerstvakantie... dat we dan geen races gaan doen, maar gewoon wat... events of zo. Ja. Want ik verwacht wel dat er mensen niet aanwezig kunnen zijn, of vanwege kerst, ja, of vanwege vakantie, of vanwege wat dan ook. Waarom ik denk dat je voor me start. Hier, dat vind ik niet leuk. Tja, I don't know. Ja. Dat is dat. Ik heb PL, ik heb P14. Zo, die waren snel weg. Maar ook gewoon de reactietime van die AI. Nee, niet normaal. Goeie exit. Ik zal een klein beetje rijden.
Oh, maar er is een gat voor me. Betekent dat ik... Oh, koude banden. Maar fuck it, eerste keer vol gas en roes en Redion. Let's go. No balls. Oh. Dit is heel krap. Hoppa, ik ben er langs. Our surroundings. Wow. Oh, oké, messenpin. Ik moet twee keer honden hem op. Wat deed hij? Racht me eraf. Die kutrus. Gewoon, echt een kutrus. Ik mag hem ook gewoon niet in real life. En ik heb een penalty. Hop. Oh. Wat, die zon was daar kut? Dat is al best, ja. Oh, en weer. Messenpin! Kijk hem ook. Kijk hoe naar die ook aan het rijden is. Oh. Ja! Oh, net wel, net niet op de lijn. Oh. Ah, alweer! Oh, teringlaaier. Je wordt bijna in de muur gedrukt, man. Ik wil Brownie outside proberen, maar dat gaat nooit lukken hier, dus binnenkant, fuck it, fuck it! Oh. YOLO! Mijn masterpin maakt het niet uit. Nope. Als Ayat was geweest, had ik het niet gedaan, maar... Hij moet ook vol zijn rem op, ook Nissen niet heeft hem weer ingehaald. Okay, yeah. Sani, of wat dan ook. Oh, Gideon, Lars. Nou, nu is er geen AI in de weg, Lars, dus nu kan ik je die niet aftikken. Ja, dat vind ik ja het kan, maar ik ben het niet van plan. Flat out. Oh. Oké, daar zonk mijn hart heel even, zeg. Jezus. Oh. En ik poezer. Oh, ik glij. Jullie ongelijk weer. Oh. Zo. Hoppa. Zo. Wow. Je hebt voor de plek, maar. Zo, Nisani. Drift the century. Holy shit, dat is een drift, jongen. Ja, je hebt er niet echt tijd mee gewonnen, dus ik weet niet of je er blij mee moet zijn. Nou, ik ben er wel blij mee, want ik stond niet achterstevoren. Bazenpun zit achter je. Ja, die blijft achter me. En ook maar. Oh. Wat een lunch. Ja. Oh. Bartsman houdt het knus. Ah, hij gaat op zijn rembadje. Langs de buitenkant blas je morgen. Wat een move. Keep your foot pinned. Holy shit, gast. Gideon making moves. Oh, ik heb hetzelfde moment ging ik ook door blas Simon aan de buitenkant van Schwarzman. Round the outside, the source. Okay. Ik ga even je teamgenoot voor het ook proberen te pakken, Gideon. Oké, succes. Keep your foot pinned, fuck it. Heerlijk. Oh. Oh, wat een genieten dit. Nou Lars, how you doing? Ik kom er weer aan. Ja, back for round 2. Okay. Maar het is nu tijd om even hier... Ik Daruvala. Ja, nu ga ik hem pakken. Kom op Daruvala, hou hem een beetje op. Ah, ik zit door, kut. Oh, Lars. Ik ver hem ook. Oh. Ik ben er nog langs. Oh, zie. Kom, het vermaakt zich wel volgens mij. Ja. Ja. Shit, gast. Charging to the field.
Ik had net ook echt één mooie battle. Jongen, dat is ook leuk als de AI tenminste net te laag staat, maar ze kunnen nog wel racen tegen je. De AI staat nu 100. Net in die league race, Gideon, die sprint race, had ik een battle met joh, de laatste ronde. Moeten jullie zomaar even op me eens naar kijken? Komt goed. Dat was echt lijf. Ik raakte hem echt net niet gewoon. Het is echt moeilijk om daar in te schatten of die AI gaat remmen of niet. Of zijn gas afgaat of niet. Oh. En dan moest ik telkens net wel. Waardoor ik daar heel veel tijd verloor. Ja, maar kijk, ik dacht we kunnen er een leuke battle maken, maar nu komt er een recht stuk aan, dus dan ga je weg. Tenzij ik misschien nog DRS kan pakken op Markle, maar dat wordt hem net niet. Ja, ligt eraan. Mijn exit was niet al te best. Plus, ga jij vol gas door een rouge heen? Ja, maar ik pak er niet heel veel curve. Oh, daar komt ie. En Lars heeft gezien. Gaat Gideon nu Mark nu pakken? Oh, Lars gaat naar de binnenkant. Wow, dik. Ja, sorry. Lars gooit een dive bomb in de pool. Wat de lol. What? Prik hem aan de buitenkant. Heb je hem? Ja, nu heb ik hem wel. Oh, oh, ik zie het natuurlijk erbij. Oh, wat een move. Markelof, dat is moving. Oh. Lars langs de buitenkant. Ja hoor. Like paper picket. Holy shit. Piquet is ook gezien. Dat was niet heel clean alleen, Gideon. Lars pakt er even twee. Ja, niet helemaal nee, maar ik denk nog niet dat ik er dat... Nou ja, het zou, ik denk niet dat het een penalty waardig is. Wel, wel ik. Een, wel, ik denk wel een warning. Ja. Lars nu Gideon pakken. Oh, jij hebt nu DRS, ja. Even kijken. Ja, dan gaat het. Ik weet dat jij dat altijd doet, dus ik daarom ging kan niet vol naar rechts. Hey, ik moet gewoon onderstuur. Ah, ik ook. Dirty air is een ding in deze auto's, dat weet ik wel. Was wel echt jammer van die safety. Ik ga nog even iets omtrek proberen. Tuurlijk. Oh, komt Gideon nog? Langs de buitenkant. Binnenkant. Oh. Nee, nee, dat yes, niet. Ik heb hem onttrek. Oh, niet met veel. Bij, niet met veel. Ja. Op de podium. In ieder geval P2. Hoppa. Boah. Wat een race.
Jezus, dit waren gevechten, joh. Dit was een unbelievable race. Robin, heb je wel op stream staan, of niet? Ja. Ja, en joh, ik heb hem ook ja, op stream nog. Maar jij hebt hem op als onboard. Oh ja, tuurlijk. Oh, maar dit, jongen, ik kan hier denk ik wel een paar zieke edits mee maken. Ja. Holy shit, die was echt ziek. Nou, even kijken. Is het op een gegeven moment, er waren een paar moves waarvan je denkt, wow, was misschien een beetje vuil, maar... Ja. Ik ga er vandoor en ik spreek je even later. Goed. Yo. Oké. Het is wel jammer dat het net de safety car was bij die sprint race. Ja. Alles. Ja, ik ga even uitnodigen. Daar staat hij. Oh ja. Nu Italië. Wat zijn de circuitlijsten? Wat is een chille auto? Ik ga de Charous Electra. Nou, doe nog twee races, zeg ik. Ja, is goed. Nou, we gaan het zien. Daarmee. Abu Dhabi, oef. Even kijken of ik op Abu Dhabi F2 beter ben. Ik had ook net pole voor die hoofdrace. Met lekker. 16.000 stopkaaien. Jezus. Dat was echt heel klein. Minimaal verschil. Ik ging het begin van de quali ging ik op de hard. Rekenen 41.2. Toen met de mediums rekenen 39.3 ofzo. Lekker. Ja. Kijk, ik doe gewoon mijn F1 Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oké, okay, let's go. I'm ready. Oké, zo. Waar start je? Jezus. Zo. Ik ben nog oké. Maar ze vinden druk met de raam. Ik ben er ook gewoon afgetikt volledig. Oh, ik heb onderstuur, ja, ik krijg daar een running voor. Dit is oh, echt niet best. Ik heb mazzel weer. Oh. Deze move was mooi. Maar dat het ook gewoon AI was daarnet. Dat leek even op een fucking open ja. Lobby. Ja. Geen toe geven, mazzel vind, donderdoel. Nou. Ik probeer te move zenden. Dan ga ik hier buitenkant. Nou, Giotto heeft een penalty en dat is goed terecht. Oh, buiten die jou. Denk het.
Oh Jezus, Guan Yu Zhou. Ah. Ik vergeet iedere keer dat de AI op 100 staat en de tyfus vroeger remt. Natuurlijk was dat een slechte start, Jeff, maar ja, aangezien ik in de muur getikt ben. Ja. Ik had ook niet een hele goede start, ik had alleen maar zo'n keer pakken. Ja. Zometeen mijn stream even kijken wat er bij die start gebeurde net. Ja. Dat was echt online lobby niveau gewoon. Ik ben wel beter geworden in de start. Oh jezus, Tokyo Drift. Zo, ik rij weg bij Mazepin. Oh, huh? Nu loopt Mazepin weer. Zal ik de AI zo meteen iets omhoog zetten? Ja, is goed. Oké, doe. Ja, ik reed net een Grand Prix met 110 en dan gaat het zo. Met Mick Schumacher. Ah ja. Guan Yu Zhou, what the fuck? Ik raakte je niet eens. Ik schrok gewoon. Ik deed bij Zong zeg maar die move in bocht 1 die Leclerc bij Bottas deed voor. Oh wow. Ik ging gewoon naar bocht 1 toe remmen. En hij schoot het bike naar rechts toe. Die zorgde ernaast. Een heel rechte stuk. Van bocht 3 tot 4 naast elkaar. Zat ik aan de binnenkant. Echt millimeter werk of het was gespeeld. Wauw. Maar dat was wel mooi. Dat was wel leuk. Nou, ik rijd lekker weg bij Mazepin. Giotto doet even een move on the braking. Dat kan ook. Zo erg af Tom de King. Nou ja, ik heel eerlijk. Tom de King deed het vlak voor de remzone voor mijn gevoel. Ja. Giotto doet het gewoon in de remzone. Ik ben ook gewoon goed aan het driften. Wow, Jezus, tuurlijk. Alle kanten geraakt. Ik ben 3 seconden weg bij Mazepin. Dat was net geen warning. Is het moeilijk zonder ABS en deze auto? Het remmen is wel wennen. Het is anders. Dus ik weet het nog niet of het makkelijker is of niet. Ja, nu wel met ABS. Deze auto. Wat zei je? Ik rij wel met ABS aan met deze auto. Ik niet. Eén rijk zonder. Ik kan ook zonder lijn rijden, maar ik weet niet of het zie. Bijna 4 seconden weg bij Mazepin.
Oké. Okay. Ah, ik schakel te vroeg. Jongen, ik heb echt een paar zieke drift sessies gehad, zeg, deze race. Nou, deze paar races. Oké. Okay. Paar sector 2. Hier een halve seconde weg bij Maarten. Je rijdt wel lekker vanaf Pol. Maar welke Maarten kun je terug? Dat ben ik gewoon weg. Ik heb gewoon eerst die toog gegeven aan mijn rekening. Oh god. Dat is de bocht. Holy shit, wat een Dat was wel goed. Oké, dat gaat goed. This is your final lap. Final lap of the race. Ik ben een beetje benieuwd. Voorbanden zijn nog 22%. En bij mij ook zoiets. Dat heb ik best. Maar ga je zo echt niet vertellen dat ik in sector 3 bij de AI kom, hé. Potverdrie. Oh, die van mij zijn zelfs fucking 27 het hoogste. Heb je veel wheelspin gehad? Nou ja, ik heb twee gigantische driftmomenten gehad en ben gaan glijden en mensen zijn tegen me aangebotst. Ik ga nog een vaste slap nemen. Kijk of dit een 9 is hier. Oh, ietsje sneller. 7 seconden weggereden bij Maarten. Lekker. Zo. Ah. Zo, hallo Ray. Poeg. Met F2 push ik altijd als ik in clean air ben of zo, dan rijd ik gewoon heel makkelijk weg. Ja. Dat is echt een zonde. Silverstone wat ik ga doen. I don't know of hij ingesteld staat, maar het liefst. Het is wel leuk. Nog steeds een chat. Jezus. Ja. Het is nog best een succesvolle stream geworden, deze van mij. Ja. Zeker lekker rood als dit. Oh, waarom staat Singapore hier dan? Oh, wat? Waarom is in één keer het hele seizoen er neergezet? Oh, even. Ja, wacht even. Even circuit verwijderen. Hoppa. Zo. Het team zo pakken, zo goed.
weet niet. Nou. Nee, waarom? Waarom is dit zo? Dit snap ik gewoon niet. Waarom doet hij dit? Nee. Maar dit haat ik zo erg, hè? Ja, kut. Is dit een fucking glitch, ja? Godverdomme. Yes. Oh, nee. Nu is het Silverstone. Haha. Great. Let's go. Het is de goeie. Ja. Het is gelukt, Lars. Het is gelukt. Inderdaad, Lucky You. Zeker. Ah, Silverstone dan maar. Wat ik nog wel merk is met als je met ABS uitrijdt, is kijk uit met naar beneden schakelen als je stuurt. Ja. Ik heb dan altijd dat die achterkant gelijk weg. Ja, dat had je net moeten zien bij die hairpin, jongen. Ik heb echt... Het lijkt net alsof ik de handrem gewoon intrek. Nee, Silverstone. Even kijken of een... wat voor shit. Ik heb ben alleen maar achteraan gaan starten deze races. Groot-Brittannië. Volgens mij sta ik naast je, maar ik weet... Sta P17. Die zo. Dat is de ophanging, staat zo. Die is wel nodig. Ja, ik hou hem wel even zo. Oh nee, ik sta naast je. Ik denk dat de AI oprecht gewoon banden heeft op temperatuur. Hallo. Oh, sorry. Ja. Wow, zo. Ik krijg ook gewoon weer een tik op de achterkant. Ja hoor. Wow. Wat een overtake. Doei TikTok. Kom op TikTok. Hoog. Verrassing. Dat noem ik squeezen door een gap. Ah, zwartje man. Sani. Wat doet hij? Hij remt opeens in. Ja, het is als een schrik of zo als je bij hun in de achterkant zit. Dan is het gewoon, ja, vol op de rem. Hallo. Oké, Schwarzman snijden. Oh. Zo, wat doet die AI daar gek voor zeg? Hoppa. Oh, round the outside. Buitenkant op 2. Binnenkant. Iets, wat voor grip heb ik in dit ding, joh?
kom het is geen, het is inderdaad geen downforce, het is niet zo snel, maar ik heb grip. Ja. De Latras. Marcelo. Oh, we gaan hem hier met de bed. Hoppa. Ik ga gewoon diven. Ik denk dat rembalans 52-53 het beste is voor deze auto's. Ja. Als je even snel wilt weten wat. Ik denk dat voor nu dat het beste is. Gaan we ook voorbij, op zijn vlog. Nou, Alessi. Run the outside stove on that. Whoa. What a move. Now Mazepin and De La Tra. Armstrong. Drukovic, kom hier. Juju, hoho. Oh, dat is insane. Ja, maggots back up. Nee, kops. Een soort switch. Wordt dit de move voor het podium? Hier deed het maar mijn teamgenoot Daruvala. Oh, een hele goede exit uit stoel. Vijf bommen. This is your final lap of the race. Oh. Hier. No. Ja. Thank you.
Goh, ik hou van deze auto's nu al. Ja. Ja, dat is zo chill. Nou, is het geen nog leuk. En voor Bike One You Joe, laten schrikken. Oh, ik heb bier. Waar staat er nog? Nou, let's see, wat kan ik nog in de laatste sector doen? Hoppakee. Oh, P1. Jezus. P7 maar 5 seconden. P10. Ah, puntje. Ah. Jezus, dat was een mooie race. Die laatste race. Namaste. Houding. Ho. Zo. Hey. Look at me dance, bitch. Hou je armen over elkaar, weet je. Dat mag. Ik ben ook benieuwd welke zaterdag mijn realistic formule op Abu Dhabi. Ik ben er zaterdag ook bij. Een werk heeft me niet op de zaterdag ingeroosterd. Dus ik kan voor SGPL en realistic formule. Mooi. Dus daar gaat nog eens wat worden. Ja, ik kon... Australië kon ik misschien winnen, maar die uitdag leeg gewoon. Ah ja. So fuck. Of ik had naar binnen moeten gaan voor een nieuwe band. Ja. Oh jezus, ik ga echt... Ik reed op hards van 35%. Ah ja. Ik was wel heel goed weg bij die restart. Sven die zat echt te slapen of zo. Ik was gelijk een halve seconde weg voor bocht 1. Holy shows. Ah, het is dat die glitcher is, anders was ik kampioen geweest. Met die laatste win. Nou. Hoe ja. Dan ook, ik ga. Ik mijn mond uitlaten. Daarna slapen. Morgen stage de hele dag. Nou. Ja, nou ja. Juju, was leuk. Succes dan morgen. Dank je. En nou, wat ga jij morgen doen? Even snel. Weet niet. Ah, vrijdag of zo, geen school. Ja, ik heb eigenlijk stage, maar ik heb nog geen stage plek. Oeh. Ah, oké. Komt goed. Mooi zo. Nou ja, dan ga ik. Juju, hè. En dit was ook Juju. De stream. Goodbye, abonneer als je het leuk vond, laat een likeje achter, weet je. I don't know, waarschijnlijk zijn er alleen mensen geweest die ik ken. Maar boeien, ik ga. En goodbye. Joe. Laters.